is je boy, yes and. En tuurlijk moet je genieten en stunten. Maar denk goed na over je toekomst. Ga zuinig om met je munten. Let's get it. Denk aan sparen, denk aan sparen. Je moet ook denken aan later. Denk aan sparen, denk aan sparen. Geniet vandaag, maar denk ook aan later. Ah, pin een beetje, leg een beetje opzij. Opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Wees blij. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Ja, goedemorgen allemaal. We zijn live. Het is 10:00, tijd voor de kinderpersconferentie met niemand minder dan onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en YouTuber Dylan Hagens. Geef ze even een warm applaus. Woehoe. Goedemorgen. Heel leuk dat jullie er zijn. Ik heb hier al een hele week naar uitgekeken, want ik dacht echt, dit gaat een hoogtepuntje worden van de week. Ja, Dylan en ik gaan enorm ons best doen. Ja, nou, dat weet ik zeker. Maar vooral dat de kinderen hebben het vandaag voor het zeggen. Jullie mogen allerlei vragen stellen aan onze gasten. En we hebben een aantal kinderen hier in de studio. Dat zijn leerlingen van groep 6 van de Fontein in Den Haag. Welkom. Superleuk dat jullie er zijn. En verder schakelen we tijdens deze live-uitzending ook met verschillende scholen in Nederland. En als het goed is, krijgen we nu even de 4 scholen te zien. Zwaai even als jullie ons horen. Ja! Yeah! Top. Nou, die hebben er ook zin in. En we hebben allerlei vragen ingestuurd gekregen. Dus de vragen komen van 3 kanten vandaag. Zo. Hoe voelen jullie je? Nou, nou begint het wel spannend te worden. Mijn hart gaat tekeer nu, hoor. Ja? 3 kanten. 3 kanten. Zo. Ja. We hebben ons uitvoerig voorbereid, Dylan en ik. Dus het gaat vast goed komen. Oké. Nou, ik kijk nu al uit naar de antwoorden. Even meneer Hoekstra. Hoe moeten we u aanspreken? Zeggen we minister? Zeggen we meneer Hoekstra? Mogen we Wopke zeggen? Ja, wat jullie prettig vinden. Ik ben daar zelf altijd heel makkelijk in. Ja. Nou, ik vind Wopke wel fijn. Dat is, gaan we dat doen? Mag dat? Ja. Voor mij mag dat. Oh, gelukkig fijn. Dylan tegen jou gewoon Dylan, hè? Of wil jij meneer Dylan? Ja, doe maar meneer Dylan. Dat vind ik wel fijn. Dat is, ja. Wopke, waarom is het belangrijk om over geldzaken te blijven praten met kinderen? Nou, omdat hier geldt, zoals dat op heel veel plekken geldt, jong geleerd is oud gedaan. En je hebt allemaal in je leven heel veel met geld te maken. Je krijgt op enig moment krijg je salaris. Jullie krijgen misschien nu al zakgeld. Er zijn allerlei grote beslissingen die straks met geld te maken hebben. Dus als je dat een beetje leert, als je leert wat wel werkt, maar als je ook leert af en toe eens een fout maakt, dan helpt dat heel erg als je later volwassen bent. Juist. Geldt dat voor jou ook? Is dat de reden waarom jij hier zit en meedoet aan deze persconferentie? Ja, absoluut. Je had de woorden uit mijn mond. Ja, maar jij doet het goed al, Wopke, moet ik zeggen. Dankjewel. Helemaal mee eens. Ik vind het heel leuk om over het onderwerp te praten. En als we ook nog eens kritische vragen krijgen van jullie, ja, dat vind ik alleen maar mooi. Nou, die zitten er zeker tussen. Er zijn meer dan 1000 vragen binnengekomen. En ik dacht, ja, echt mooi. We hebben een uur, dus dat gaat lukken. Ja. Ik ga ze natuurlijk niet alle 1000 stellen. Maar we beginnen even met 3 vragen die via de mail zijn binnengekomen. Ja. Even om in te komen. Ja. De eerste is voor u. Voor jou, Wopke. Ja. Moet ik even aan wennen dat ik dat moet zeggen. Waarom wordt alles ieder jaar ietsjes duurder? Ja, dat is een hele goede vraag. Van Kira, overigens. En staat er verder nog iets bij wat... Nou, ze vindt dat u een mooi pak aan heeft. Dat. Nee. Nee, Kira. Nee, maar er staat niet bij waarom ze, of ze zich daar zorgen over maakt. Of, nee, waarom wordt alles ieder jaar ietsjes duurder? Ja, ik denk, alles gaat toch een beetje omhoog? Alles wordt met een economie die groeit, wordt inderdaad alles een beetje duurder. Maar het is ook wel zo dat we bijna allemaal ook elk jaar daar weer voor gecompenseerd worden en een klein beetje meer inkomen krijgen. Dus het klopt dat vaak de prijzen een beetje omhoog gaan. Maar meestal krijgen de ouders dan ook een klein beetje meer salaris. En de economie groeit. Dus dat compenseer je wel. Het is niet zo dat je eigenlijk dan steeds minder geld hebt om dingen te kopen. Nee, oké. Okay. Maar waarom blijft dat niet stabiel? Waarom is dat altijd in beweging dan? Ja, dat is best een ingewikkeld verhaal. Maar dat heeft er ook mee te maken dat we eigenlijk met elkaar steeds meer maken. Dus er worden steeds meer producten worden er gemaakt. Dat heeft ermee te maken dat de bevolking steeds verder groeit. Dus er is ook meer om te doen en te kopen. Daardoor gaan de prijzen een beetje omhoog. Maar er komt dus ook wel meer geld in de portemonnee bij. Krijg je dan dus ook meer zakgeld? Dat is wel, dat eigenlijk, kijk, als je heel eerlijk bent, zou je dan ook, als maar een heel klein beetje meer zakgeld moeten krijgen. Je moet even onderhandelen met je ouders. Je moet eigenlijk, als je merkt, het is in de supermarkt, is het nu een heel klein beetje duurder geworden. Dan moet je ook een heel klein beetje meer zakgeld hebben. En het klopt eigenlijk wel, want als je het omrekent, en je zou nu bij wijze van spreken 2 euro aan zakgeld krijgen, en je rekent dat om, en je bedenkt wat Dylan en ik vroeger kregen, dan kregen wij misschien maar 1 euro en dan konden we hetzelfde mee kopen. Ja,
Ja. Ik weet nu al wat er vanavond wordt besproken aan, aan de eettafel. Dylan, voor jou een vraag van Floor. Wat zou je nooit doen met geld? Weggooien in de prullenbak, zou ik nooit doen. maar wat ik ook nog... Ja, ik ben niet zo fan van hele dure kleding kopen en zo. Weet je? Ik zie wel eens mensen hele dure tassen en kleding en schoenen kopen. Nou, ik ben daar niet zo van. Dan denk die merkdingen. Ja, dat vind ik jammer. Ja. Dus dat zou ik... Nee, dat zou ik nooit met geld doen. Oké. En heb je het koud? Nee, ik heb een jasje aan. Nee, maar dus omdat je een muts op hebt. Vroeg ik me ineens af. Waar zit je nou met een muts? Ja, ik heb een jas en een muts. Ja, ik dacht precies het koud in die studio. Nee, dat is mijn swag. Oh, dat is je swag. Ja. Okay, dat staat goed. Ja, heel leuk. Ik was even benieuwd. Wopke, van Jort, een vraag. Moet Nederland door de enorme uitgaven in deze crisis weer gaan besparen? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar gaat het ook heel vaak over in de politiek. Want we hebben natuurlijk heel veel extra geld hebben we uitgegeven. En ik hoop eigenlijk dat dat niet hoeft. Ik hoop dat we, als we zometeen weer heel hard met elkaar aan het werk zijn, als we heel veel geld weer uitgeven in de supermarkten en in de cafés, dat we dan ook met elkaar weer veel geld verdienen. En dat we dan op die manier die schulden weer kunnen terugbetalen. Ja. Want ik vind het heel belangrijk dat de mensen die nu volwassen zijn, niet zeggen, nou ja, die schulden zijn allemaal lastig. Die geven we door aan de kinderen van nu. Juist. Hebben jullie zin om even te zoomen met de school? Zeker. Dus dat gaan we doen. We gaan naar de Sint-Jozefschool in Amersfoort. Goedemorgen allemaal. Hallo. Hi. Meester Dick. Wat leuk dat u meedoet aan de persconferentie met uw klas. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie gaat de vraag stellen en voor wie is hij? En wat is de vraag? Nou, ik heb een vraag hier namens Vlinder. En die, die wil heel graag antwoord van de minister. Succes, Vlinder. Dag meneer Wopke. Onze meester zegt dat u een goede schatkistbewaarder bent. Waar bewaart u die schatkist? En waar kunnen wij de gouden sleutels vinden? Die camera. Ja, goedemorgen. Wat een supergoeie vraag van je. En wat een aardig compliment van de meester. Ik zal je een geheimtje verklappen. Kijk, er is wel een schatkist, die staat op het ministerie. Dat is gewoon een kist van een paar honderd jaar oud, maar er zit helemaal niks in. Dus daar zit geen geld in. Eigenlijk staat al dat geld wat we met elkaar hebben, dat staat op bankrekeningen van het ministerie van Financiën. En er is natuurlijk een heleboel goud. En dat goud, dat ligt in een kluis heel diep onder de grond bij de Nederlandse bank. De bank die van ons allemaal is. Dus er is niet een schatkist met een sleutel en dat ik die 's avonds dan openmaak en dat ik dan kan kijken of er genoeg in zit. Maar mag jij wel onder in die bank komen en dat als je zin hebt van om even heel veel goud te zien en zo, krijg je dan... Ja, ik ben er wel eens geweest. Ik heb er geen pasje van. Ik moet dan ook gewoon natuurlijk, dan moet ik naar binnen. Nu zijn ze aan het verbouwen, dus nu ligt het goud tijdelijk ergens anders. Maar ik ben één keer geweest. Dan ga je heel diep onder de grond. En dan is het net alsof je door een supermarkt heen loopt met allemaal schappen in de supermarkt. Alleen in elk van de schappen ligt goud. Dus het is alsof je bij de hagelslag staat en daar liggen allemaal stukken goud. En dan alsof je dan vervolgens bij het brood staat en er ligt allemaal goud. Dus en elk van die stukken goud is geloof ik wel 300.000 euro waard. Wow, zo. Dat lijkt me heel indrukwekkend om te zien. We hebben ook nog een tweede vraag, hè, Vlinder. Kom maar door, hoor. U heeft heel veel geld gesticht aan de grote bedrijven. Hoe denkt u dat terug te krijgen? Dat is ook een hele goede vraag. Dus er is inderdaad, het klopt, we hebben heel veel geld, eigenlijk niet alleen aan grote, maar ook aan kleine bedrijven gegeven. Omdat bij al die bedrijven wel een paar miljoen mensen werken in Nederland. Dus heel veel van jullie papa's en mama's, maar ook andere mensen, werken bij die bedrijven. En als we dat niet gedaan hadden, dan waren die mensen allemaal thuis komen te zitten, waren ze werkloos geworden. En wat ik hoop, is dat als we straks klaar zijn met corona, dat dan al die mensen weer aan het werk kunnen, dat ze heel veel gaan op een verstandige manier gaan uitgeven. Dat we daarmee ook weer veel geld verdienen. En dat we dan ook extra belastingen krijgen. En daarmee kunnen we dan die schuld weer terugbetalen. Ben je hier blij mee, Vlinder, met deze uitleg? Zeker. Ja. Top. Nou, dankjewel. Supergoeie vraag. Ja, echt. Top vragen. Dankjewel, Sint-Jozefschool. Fijne dag nog. Hoi. En wij gaan verder hier in de studio, want daar hebben we natuurlijk ook 5 leuke leerlingen zitten. We beginnen met Giuliano. Giuliano, steek even je hand op. Dan weet je. Ja, daar zit hij. Jij hebt een vraag aan Dylan en aan de minister, heb ik begrepen. Ga je gang. Kregen jullie vroeger zakgeld? Gingen jullie daar goed bij om? En spaarden jullie ook ergens voor?
Nou, Dylan, als jij nou eens begint. Drie vragen. Drie ingewikkelde vragen. Zo, ja, drie vragen. Nou, ik kreeg wel zakgeld, ja. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoeveel. Dus het zal wel niet veel zijn geweest. En ik ben dus altijd best wel goed met mijn geld omgegaan. Ik zei net al in de uitzending eerder dat ik woonde tegenover een snoepwinkel. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik hield niet zoveel van snoep. Dus ik gaf daar eigenlijk nooit geld aan uit. Ik was altijd best wel van het sparen. Maar ik ben wat dat betreft wel een beetje hetzelfde gebleven. Want af en toe heb ik wel impulsieve aankopen. Dan zie ik iets en dan denk ik, dat wil ik nu hebben. En dan geef ik er ineens best wel wat geld aan uit. Maar verder spaar ik eigenlijk altijd best wel goed, al sinds jongs af aan. En heb je een doel op dit moment waarvoor je spaart? Inmiddels heb ik een bedrijf en daar werken best wel wat mensen. Dus ik vind het heel fijn om in mijn bedrijf wat geld te houden, zodat Team Dylan Hagens ook betaald kan blijven worden. En daar investeren we dan in bijvoorbeeld nieuwe apparatuur, nieuwe camera's, computers. Ja, en daar heb je wel wat geld voor nodig. Top antwoord. Ja, ik vind het een supergoeie vraag. Volgens mij kreeg ik eerst 1 gulden. Vroeger hadden we een gulden, hadden we nog geen euro. Later kreeg ik 1,50. Ik kreeg ook wel eens in 1 of 2 weken geen zakgeld als ik straf kreeg. Als ik iets stouts had gedaan. ik had wel eens dat geld op was. Dan had ik het daar ergens aan uitgegeven. En dan wilde je wat nieuws kopen. En zo heb ik zelf ook een beetje geleerd dat als je eigenlijk iets wil kopen, dat het dan slim is om soms ook een beetje geld apart te houden. Dat je een paar weken spaart, want dan kan je iets groters kopen. Dus gewoon nadenken over wat wil ik graag hebben. En moet ik niet ook een beetje geld sparen? Dat heb ik wel ook een beetje geleerd met vallen en opstaan toen ik zo oud was als jullie. Ja. Dia, jij mag ook een vraag stellen. Hoe bent u eigenlijk zo beroemd geworden? Want al die apparatuur is zo duur. Dus ja. Ja, Wopke, vertel. Ik zit met jaloezie natuurlijk naar dit te kijken hoe die zo beroemd is geworden. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar het antwoord. Ja, ik vond het ook wel mooi dat je zei dat, want die apparatuur is allemaal zo duur. En dat is natuurlijk zo, de apparatuur waar wij tegenwoordig mee filmen. We hebben grote camera's en dat kost allemaal veel geld. Maar in het begin is dat eigenlijk helemaal niet nodig. En dat is zo mooi aan YouTube. Ja. Toen was het zo dat je gewoon zelf kon beginnen met een klein cameraatje. Ik ben begonnen met de camera van mijn opa die ik had gekregen. En daar kon ik best wel simpele video's mee maken, maar dat vonden mensen juist leuk om te zien. Dus ja, ik ben echt puur uit passie en plezier begonnen. Sterker nog, toen ik begon met YouTube, dat is al langer dan 10 jaar geleden. Ja, ik ben echt al oud. Maar ja, ik zie jouw ogen groot worden. Maar toen kon je nog niet eens geld verdienen met YouTube. Dus toen ik begon, was ook helemaal niet mijn doel om daar mijn baan van te maken, want ik wist helemaal niet dat kon. Dus ik deed het echt voor plezier en ik denk dat dat sowieso belangrijk is. Wopke, dank je wel voor je vraag. Als we het over beroemd hebben, jij bent natuurlijk eigenlijk ook beroemd in Nederland. Ja, maar het is wel anders dan bekend, zou ik kunnen zeggen. Dylan is beroemd, ik ben bekend. Maar hoe vind je dat? Nou, mensen zijn vaak heel erg aardig als ze me op straat zien. Dat valt me wel op. Dus mensen vragen heel vaak, zeggen ze, mogen we op de foto? Of is het leuk? Of ze stellen een inhoudelijke vraag. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, zit er nog wel genoeg geld in de schatkist? Er zijn ook vaak met name wat oudere vrouwen die zeggen dan, maak je wel genoeg tijd voor je kinderen? Of je ziet er een beetje moe uit? Of dat soort dingen. Dus heel vaak krijg je hele aardige adviezen op straat. Mensen zijn vaak super lief. Ongevraagde adviezen ook. In de supermarkt of bij het voetbalveld. Ja. Goeie vragen, jongens. Ik heb er ook weer een paar binnengekregen via de mail. De eerste vraag is ook voor Wopke. Vraag van Nojan. Waarom is het niet slim om in Bitcoin te investeren? Ja, dat is een hele goede vraag. Alleen, ik mag als minister van Financiën mag ik eigenlijk nooit iemand adviseren over wat hij nou zelf met zijn geld moet doen. Ja. Dus ik mag niet zeggen, je moet zeker wel in Bitcoin. Ik mag ook niet zeggen, je moet zeker niet in Bitcoin. Het enige wat ik altijd zeg is, denk zelf goed na over wat de risico's zijn van dingen. En of het verstandig is. En vraag daar ook advies over aan mensen die er verstand van hebben. Maar als minister van Financiën mag ik wel in algemene zin dingen vertellen, maar ik mag nooit zeggen of jij nou het huis moet kopen waar je van droomt, of dat iemand in bitcoins moet investeren of aandelen moet kopen. Nou, ik heb wel iets gedaan, ja. Maar ik vind het heel spannend. Die bitcoins dan, heb ik het over. Heb jij ervaring met investeren? Nou, niet in bitcoins of crypto. Ik vind dat allemaal, ja, ik zei al, ik ben best wel oud. Ik vind dat veel te vaag. Ik snap er helemaal niks van. Ja. Dus nee, dat heb ik niet gedaan. Oké. Vraag van Tom, Dylan, voor jou. Wie geeft er in jouw team het meeste geld uit? Dat is een goede vraag. Ik denk dat Teun is. Kleine Teun.
Dus die is heel erg van de gadgets. En we noemen hem ook altijd IC Teun. Die is altijd bezig met dat soort dingen. En daar geeft hij ook best wel veel geld aan uit. En dat is echt zo iemand die dan weer op kantoor komt bij ons. En weer iets super raars heeft gekocht. Die heeft altijd gekke dingen die hij dan online vindt. Dus ik denk dan toch Teun. En okay. Ik sta op nummer 2. We gaan naar een klas in Nederland. Dat is de OBS, de Grote Beer uit Duivendrecht. Goedemorgen, Grote Beer. Hallo. De gezelligheid. Even kijken, met wie gaan we praten? Meester Jelle, leuk dat jij en je klas aanwezig zijn hier op de persconferentie. Hi. Hallo. Aan wie mogen wij het woord geven? De kinderen zijn hier zo professioneel dat ze het helemaal zelf kunnen. Dus ik ga weer uit beeld. Oké, okay. Top. Gaan jullie gang. Hoi, ik ben Yara. Ik ben Janely. En wij zijn van de Grote Beer. Groep 7 uit Duivendrecht. Wij hebben 2 vragen aan Dylan Hagens. Wanneer kreeg u voor het eerst geld met YouTube? Hoeveel was dat? En heeft u daar iets speciaals mee gedaan? Oeh, leuk. Wacht even, bewaar even jouw vraag. Dan gaan we eerst deze even beantwoorden. Ja, wanneer ik voor het eerst geld kreeg van YouTube. Nou, dat is best wel. Dat was voor mij zelf ook best wel bijzonder. Want ik zei net al, toen ik begon met YouTube, verdiende je nog helemaal geen geld met YouTube. Dat kon nog niet. Dus ik was een tijdje bezig en de views bleven groeien. En toen kreeg ik een mailtje van Google. Want Google, dat is de eigenaar van YouTube. En die zei, hey Dylan, wil je lid worden van ons partnerprogramma, zo heette dat. En dan kun je dus geld gaan verdienen met je video's. En ik was nog geen 18, dus ik dacht, hè? Geld verdienen? Ja. Maar ik mocht mijn eigen bankrekening niet doorgeven, omdat ik nog geen 18 plus was. Dus ik ging naar mijn vader toen. Ik zei, pap, ik kan geld verdienen met mijn YouTube-video's. Hij zei, ja, is goed. Wie gaat dat dan betalen? Ik zeg, ja, Google. Hij zei, ja, dat zal best. Nou, uiteindelijk hebben we toch de bankrekening van mijn vader doorgegeven. En toen, ja, dat was nog niet zo superveel, maar toen werd er na een maand werd er iets van €70 opgestort. Toen dacht ik, wow, dit is cool. Ik kan hier gewoon mijn bijbaantje van maken. Ja, en waar dat geld toen precies in is gestopt, ja, ik denk aan in eten of zo, frikandelbroodjes of dat soort dingen. Zoiets zal het wel zijn geweest. Wat een goed verhaal zeg, superleuk. En dan was er nog een tweede vraag vanuit de Grote Beer. Hoe lang verdient u al geld met YouTube? Kan u daarvan leven of heeft u nog ander werk nodig? Hoe lang? Dat is dus ja, wanneer ik dat partnerprogramma ben gejoind, is ja, ik denk dat ongeveer 10, 11 jaar geleden is geweest. Zoiets. Ik weet de exacte datum niet. Dus zo lang verdien ik geld met YouTube, maar dat was in het begin dus niet zo heel veel. Toen kon ik er ook nog niet van leven. Maar ja, ik studeerde daarnaast nog en zo, dus dat was allemaal prima. En nu kan ik er inmiddels goed van leven. Ja, sterker nog, we zitten in Limburg, zijn we met een team van 11 man, waar we dus fulltime bezig zijn met YouTube-video's maken. Mooi zeg. Gaaf. Zijn jullie blij, de Grote Beer, met deze antwoorden? Top, dank jullie wel, hè. Fijne dag nog. Dan gaan wij weer terug hier naar de studio. Ik vind het allemaal wel interessant wat jullie vertellen, hoor. Goeie verhalen. Is het ook wat voor jou, YouTube? Ja, ik ben natuurlijk stiekem een beetje jaloers. Ja. Ik denk dat Dylan heel veel plezier maakt met die afmensen. Ja, 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 ja. Ik trouwens ook, hoor, op mijn werk. Maar. Ja, ja, daar niet van. We hebben weer een vraag voor Wopke uit de studio. Wie wil hem stellen? Dia? Dian? Nee? Ik heb hier de vraag. Tristan dan misschien? Ja? Hoe wordt geld gemaakt en waarom wordt er niet meer geld gemaakt zodat er geen armoede meer is? Ja, wow, dat zijn wel super goede vragen. Ja, goede vraag. Het gekke is, je denkt dat geld, dat van papier is, die briefjes. Maar die briefjes die worden gemaakt van katoen. Dan zijn ze nog sterker en dan kan je ze niet zomaar uit elkaar trekken. Ik heb ook een briefje bij me. Ja, dus het lukt wel, als je maar hard genoeg scheurt, dan scheur je hem wel in tweeën. Maar het is veel sterker dan dan een blaadje wat we hier hebben liggen. En ja, je zou denken, kan je niet gewoon eindeloos veel geld drukken, want dan heeft toch iedereen net zoveel als hij wil. Maar het probleem is dat als je dat doet, dan heb je eigenlijk uiteindelijk alleen maar een stapel met papier over. Want dan zit er geen waarde meer in en dan gelooft eigenlijk niemand meer dat je er echt wat mee kan kopen. Dus dan zegt iedereen, dat is geen geld, dat is gewoon papier. En dan wordt het dus eigenlijk waardeloos. Het is ingewikkeld, hè? Maar je kan dus niet eindeloos bijdrukken. Ja. Ik vind het zo'n mooie vraag, want het lijkt inderdaad zo vanzelfsprekend. Jongens, dat is wat mensen allemaal willen hebben. Nou, laten we dan gewoon een heleboel maken. Ja, ja, weet je, dus het ingewikkelde is, er zijn wel eens regeringen geweest, gelukkig niet in Nederland, maar er zijn wel eens regeringen geweest die hebben gedacht, we gaan gewoon stiekem een heleboel extra geld
bijdrukken. En wat je dan ziet, is dat mensen dat geld niet meer gaan vertrouwen. En dan gaan vaak juist de prijzen omhoog. We hadden het net over waarom wordt alles duurder. In die landen zie je dan vaak dat ook de prijzen omhoog gaan. En ja, dan wordt het dus nog een meer geld nodig om bijvoorbeeld een brood te kopen. Ja. En soms zeggen regeringen, dan gaan we nog meer geld meedrukken. Maar dan gaan die prijzen nog verder omhoog. En uiteindelijk, het is heel gek, maar gaat het bij geld en bij de economie, gaat het heel erg over vertrouwen. En vertrouw je nou dat iets een bepaalde waarde heeft? Dus je kan niet eindeloos geld bijdrukken. Jammer, hè? Jammer. Leuk, dan zouden we alle problemen kunnen oplossen. Maar je kan ook niet zomaar briefjes printen met een printer. Hè? Daar zit iets ingebouwd. Wij hebben wel eens geld nodig. Toevallig heb ik ook geld in mijn zak zitten. Maar wij hebben dus, zeg maar, voor YouTube-video's... Oh, mijn parkeerkaart. Wel eens geld nodig. Nou, ja. Ik druk dan heel vaak 100 miljoen miljard euro. Dat is nep, zoals je ziet. Maar dat kan niet zomaar, nee. Hè? Want in printers is iets ingebouwd dat je zelfs met een normale printer niet zomaar geld kan drukken. Nee, en jullie hebben het vast allemaal wel eens gezien. Hè? Kijk, als je vanavond, als je naar je ouders gaat, je haalt hem zo'n briefje, zeg je pap, mam, mag ik even zo'n briefje uit je portemonnee halen? En dan zie je dat er een watermerkje in zit. En dat is in dit geval is het een mevrouw, die zie je als je hem tegen het licht houdt, dan kan je zien dat er een watermerkje in zit. Maar er zitten nog veel meer stiekeme dingetjes zitten er in dat geld verstopt. Codes, draadjes, waardoor de bank weet dat het echt is. Maar jij wist nog iets wat erin zit, Quinten? Sterretjes van de Europese Unie. Sterretjes van de Europese Unie. Dus je ziet, als je daar goed op let, zie je ook het verschil tussen een echt en een nepbriefje. En ik heb dus nu ook begrepen dat er een beveiligingssysteem zit in de printers. Er mag geen geld gedrukt worden. Ja, dat kan niet zomaar. Wauw, dat wist ik ook niet. Dian, jij hebt een vraag voor Dylan. Hoe verdient u geld met YouTube-filmpjes? Ja, dat is een hele goede vraag en ik krijg die ook heel vaak. Niet alleen van kinderen, maar ook veel volwassenen en veel ouders vragen mij van, hoe kan dat eigenlijk? En het is eigenlijk best wel simpel. Ik moest het mijn vader toentertijd ook uitleggen en mezelf ook. Maar als je YouTube-video's kijkt, dan zie je wel eens reclames van tevoren. Of tussendoor. Dat hebben jullie ook wel eens gezien, denk ik, toch? Van die irritante reclames dat je denkt, ik wil eens doorklikken. Ja. Nou, doordat die reclames op de video's zitten, verdienen wij er geld aan. Want de mensen die de reclames... willen verspreiden, die betalen daarvoor, zodat mensen dat zien. Maar daarnaast zijn er ook nog andere manieren. Soms hebben we samenwerkingen, dan doen we iets met een andere partij. Zo hebben we dat wel eens met merken gedaan en zo. En dat is leuk, dat kan met kleding zijn, wat dan ook. Daar krijg je dan ook voor betaald. Dat is overigens wel een hele belangrijke om hier ook te zeggen, want wij vinden het wel belangrijk dat er transparantie over is. Dus als jij betaald krijgt als YouTuber, daarom zijn wij ook een clubje gestart met YouTubers, om daar transparant over te zijn. Dan moet je ook wel duidelijk tegen je kijkers zeggen dat je er betaald voor krijgt. Want anders denk je misschien dat ik dit jasje heel leuk vind, maar weet je niet dat ik dat zeg omdat ik daar betaald voor krijg. Maar dit jasje heb ik gewoon gekocht, maar dat is een ander verhaal. Dat, en je hebt ook nog merchandise. Dus ik heb petjes, dat soort dingen verkoop ik en daar verdien ik ook nog wel eens geld mee. Ja. En het duurt ook wel even voordat je geld gaat verdienen, toch? Je moet zoveel volgers hebben of abonnees. Zeker, ja. Je moet heel erg veel views hebben om er een beetje geld mee te kunnen verdienen. Want wij hebben nu zo'n 20 miljoen views per maand. Zo. En daar kunnen wij, zeg maar, niet ons team van betalen. Nee. Dus wij moeten ook echt wel andere dingen daarnaast doen. Dus je moet heel veel views hebben. Elke politicus jaloers op 20 miljoen views. Ja, dat is behoorlijk. Jouw tijd komt nog, Popke. Ik heb een vraag van Lisa. Voor jou, wat moet je doen als iemand je vraagt om geld over te maken? Nou, dan moet je dat... Ze bedoelt waarschijnlijk als je een appje krijgt of een mailtje krijgt en daar staat in, joh, ik ben van de bank, maak even dit geld over, want er is een probleem. Hè? Of dit heeft die of die heeft dat nodig. Nooit doen. Want de bank stuurt nooit zomaar een mailtje of een appje en zegt, joh, kan je dit even voor me regelen? Zo doen banken dat nooit. En dat is eigenlijk een manier van diefstal, van oplichting, van bedrog. Want dan hopen ze dat jij dan denkt, oh, dat zal wel goed zijn, het ziet er heel officieel uit, het komt van mijn bank. En je klikt op de link en vervolgens proberen ze je of je gegevens te stelen, of ze proberen ervoor te zorgen dat jij geld gaat overmaken, of je ouders geld gaan overmaken, terwijl ze daar helemaal geen recht op hebben. Dus... Hele goede vraag van Lisa was het volgens mij. Ja, van Lisa. Als je zo'n ding krijgt, geef het nooit aan je ouders. Doen. Vertel het aan je meester. Je kan er zelfs mee naar de politie. Maar in ieder geval niet op reageren. Okay. Niet op klikken. Hele goeie. Dan Dylan, een vraag van Michiel. Wat zou jij doen als jij minister van Financiën was?
Zo, iedereen geld? Nee, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want volgens mij is het ook wel een hele moeilijke baan. Ik heb er ook heel weinig verstand van. Dus ik denk dat ik gewoon ontslag zou nemen uiteindelijk. Want dat kan ik helemaal niet. Nee, ik heb heel veel respect voor wat Wopke doet. Want ik vind, dat lijkt me heel zwaar. Om dat soort grote beslissingen over zo'n grote bedragen te nemen. En ja. een heel land staat achter je natuurlijk. Dus ik zou dat zelf niet kunnen. Vind je het ook zwaar, Wopke? Is het moeilijk? Het is wel hard werken, maar het is ook hartstikke leuk. En ik word natuurlijk ook door heel veel mensen mee geholpen. Dus jullie denken misschien, dat is maar die ene minister en die moet het allemaal besluiten. Maar ik werk op het ministerie van Financiën. Dat is gewoon een gebouw in Den Haag. En daar werken heel veel mensen. Heel veel slimme mensen. Mannen, vrouwen, jong, oud. En die zijn de hele dag eigenlijk bezig met te zorgen dat ik dingen goed kan doen. En dat ik geen domme dingen zeg en dat ik geen foutjes maak. Dus die zijn de hele dag aan het helpen. Die hebben bijvoorbeeld ook vandaag voorbereid. En die bereiden eigenlijk alles voor wat ik de hele dag doe. Ja. Moet je dan ook goed kunnen rekenen als minister van Financiën? Of, Ik vond rekenen zelf wel altijd leuk. En het helpt natuurlijk wel als je getallen leuk vindt. En een beetje begrijpt, is het nou groot of is het nou klein? Is het veel of is het weinig? Maar ik hoef nooit zelf met een rekenmachientje uit te rekenen. Oké, nu krijgt de minister van Onderwijs 1000 en de minister van Defensie die krijgt 900. En dan heb ik nog een klein beetje over. En dat is dan voor de minister van Justitie. Zo gaat het niet. Oké. Maar op het ministerie kunnen ze heel goed rekenen. Wij gaan naar basisschool De Wingert in Zwaag. Goedemorgen. Ja. Dag. Hallo, juf Marleen. Ja. Ik hoor dat we een hele slechte verbinding hebben. Maar zwaai even, dan zien we jullie in ieder geval. De Wingert. Ik weet wat jullie willen vragen. Dus als het niet lukt met de verbinding, dan stel ik de vraag. Maar probeer het maar even. Kijken hoe het gaat. Ik denk niet dat we dit kunnen ontcijferen. Wifi in de gymzaal is niet zo goed zo te zien. Nee, dan ga ik de vraag stellen. Want de vraag van de school De Wingert is... waar gaat het meeste geld naartoe dat u uitgeeft... Meneer Hoekstra. Eigenlijk al het geld wat we met elkaar uitgeven, dat noem je de Rijksbegroting. We geven ongeveer 300 miljard geven we per jaar uit. Superveel geld. En het meeste van dat geld gaat naar de volksgezondheid. En dus gaat naar de ziekenhuizen en naar de huisartsen en de tandartsen om dat allemaal te kunnen betalen. En naar wat we de sociale zekerheid noemen. En dat is geld wat gaat naar mensen die gewerkt hebben, maar al met pensioen zijn gestopt met werken. Geld wat gaat naar mensen die tijdelijk niet kunnen werken. Maar gaat ook bijvoorbeeld naar regelingen om de kinderopvang te betalen. En die twee dingen, dus de volksgezondheid en de sociale zekerheid, daar gaat meer dan de helft van die 300 miljard gaat daar naartoe. En heeft u dan een grote vinger in de pap? Bepaalt u hoeveel geld naar wie toe gaat of naar welke instantie? Nou, ik bemoei me daar natuurlijk wel tegenaan, maar ik beslis dat niet in mijn eentje. Dat beslissen we uiteindelijk met alle ministers samen. En de andere ministers zeggen natuurlijk vaak, ik wil meer. En dan zeg ik vaak, ja, maar er zijn ook andere ministers die geld willen. En bovendien, ik wil niet dat er een hele grote rekening overblijft voor de kinderen van nu. Ja. Dus zo zijn we altijd een beetje aan het passen en aan het meten. Deze school wilde ook nog heel graag, je begon er net al even over, nepgeld. Dus ook weten, hoe herken je nou nepgeld? Een paar dingen hebben we gezien, hè? De sterren en zo. Maar zijn er nog meer stiekeme dingen die erin verstopt zitten? Ja, als je het tegen het licht houdt, dan zie je dat watermerk. En zeker aan het watermerk kan je vaak goed zien of het echt of nep is. Je ziet ook draadjes die er doorheen geweven zijn. Ja. En je ziet die sterren en allerlei andere merken, handtekeningen, cijfers. Sommige dingen die kunnen we allemaal zien. Dus ik heb wel eens een nepbriefje in mijn handen gehad. En dan zie je bijvoorbeeld dat watermerkje van die mevrouw, dat is eigenlijk gewoon een vlek. Dan kan je het heel goed zien. Maar soms hebben ze het heel knap nagemaakt. En dan kan ik het niet zien. En dan moet het echt in een machientje. En dan merken ze dat het niet echt is. En dat hebben jullie misschien wel eens in de supermarkt gezien. Want als je in de supermarkt betaalt met een briefje van bijvoorbeeld 50 euro... dan zie je soms dat de cashier het in onder een soort scan doet. En dan legt ze het in de kassa, want dan is het natuurlijk bijna altijd goed. Maar dan checkt ze of het wel echt geld is. En wat gebeurt er als het nepgeld is? Ja, dan heb je gewoon pech. Want... ja, dan heb je dat ergens een keer gekregen. En dan is het niks waard. Dus dan zou mijn advies zijn, ga dan naar de politie. Ja. En probeer na te denken wanneer je het gekregen hebt. Maar je kan er niet mee betalen. Quinten.
Jij mag een vraag stellen. Ik heb een vraag aan minister Hoekstra. Deed u vroeger klusjes voor geld? Zo ja, wat voor klusjes? Ja, dat deed ik zeker. Ik heb heel veel baantjes gehad toen ik nog wat ouder was dan jullie. In een disco en allerlei verschillende dingen heb ik gedaan. Maar toen ik zo oud was als jullie, was ik ook vaak bezig met het grasmaaien van de buren, de auto wassen. Toen ik nog iets ouder was, paste ik ook op kinderen die dan weer wat jonger waren. Dus ik heb altijd heel veel verschillende dingen gedaan. Maar met heel wisselend succes. Ik heb ook wel eens met zo'n grasmaaier een uur door de tuin van de buren heen gereden. En het schoot niet op. Toen had ik het halve gras gemaaid en toen kreeg ik 0 centjes. Oh, dat vind ik zielig. Waarom kreeg je niks? Ja, daar woonde een hele oude mevrouw van tussen de 90 en de 100. En die had al een jaar het gras niet gemaaid. En toen kwam ik daar met het maaiertje aan. En er was, ja, was geen land mee te bezeilen. Dat schoot helemaal niet op. Maar zij vond dat omdat ik het gras gemaaid had, ik ook geen geld kreeg. Nee. Zo gaat het. Heb jij klusjes gedaan vroeger? Ja, zeker. Ik heb in de afwas gestaan. Ik heb ook auto's schoongemaakt. Ik ben zelfs ook met mijn opa een paar keer mee geweest, want die is stucadoor. Toen dacht ik, oké, ik ben toch niet zo goed in met mijn handen werken op die manier. Dus ja, ik heb zeker klusjes gedaan, ja. Giuliano, het is jouw beurt. Jij mag nog een vraag stellen. Wat is jullie slechtste en beste aankoop geweest? Nou, Dylan, als jij daar nou eens mee begint. Nou, ik heb één aankoop gedaan en dat is echt heel erg eigenlijk. Ik koop wel eens vaker wat gekke dingen, maar dan zijn ze ook nuttig. Ik heb laatst bijvoorbeeld een dure lens gekocht voor een camera. Die is zo dun en zo lang. Daar kun je supermooie shots mee maken. Nou, uiteindelijk gebruik ik hem niet zo vaak. Maar goed, hij is wel leuk. Maar ik heb ooit, en dat was best wel, dat was best wel jammer. Ik vlieg met Marit wel eens naar Japan. Omdat we Japan helemaal fantastisch vinden. En toen zagen we dat de prijs voor de eerste klasse, dat is een chique, weet je wel. Dan kun je echt lekker liggen en dan krijg je lekker eten. Was net ietsjes duurder dan de normale tickets normaal. Dus we dachten, hey, daar gaan we het eens een keertje van nemen. Maar toen, ik denk dat we dat 8 maanden van tevoren geboekt hadden. Maar toen kwamen we ineens met onze film. En die filmopnames werden precies gepland op het moment dat we naar Japan gingen. Nou, en toen belde ik de vliegtuigmaatschappij. Zeg, hey, luister, kunnen we dat verzetten? Nee, dat gaat niet. Nee, dat kan echt niet. Dus ik dacht, nee, dat meen je toch niet? Ben ik nou al? En vliegen naar Japan is niet goedkoop. En toen heb ik uiteindelijk zitten bellen en zitten doen. Nou, we konden het verplaatsen, maar dan moest ik het dubbele betalen. Ik heb echt duizenden euro's betaald om te vliegen naar Japan toen. Echt heel veel geld. Oh, wat zonde. En het was natuurlijk een fantastische vakantie uiteindelijk. Maar ja, dat was wel heel pijnlijk. Dat was wel heftig. En ook denk een les, misschien een annuleringsverzekering de volgende keer. Ja. Handig. Ja. Precies. Iets in die geest. Oké, dus de beste en de slechtste hebben we dan gehad. Want de beste was dan die mooie lens, neem ik aan. Ja, precies. Dat zijn goede aankopen. Ja. Popke? De slechtste. Nou, we hebben ook wel eens een vakantie geboekt waar we uiteindelijk niet naartoe konden. Omdat Lieselot, mijn vrouw, toen zwanger was. Maar dat niet heel erg gemakkelijk ging en we toen niet meer op reis konden. Dus al het geld weg. En wat ik vaak hele goede aankopen vind, zijn dingen waar je misschien niet zoveel geld aan uitgeeft, maar die je heel veel gebruikt. Dus als ik bijvoorbeeld denk aan de voetbal die ik laatst met de kinderen heb gekocht. Die kost 25 euro en we hebben er bijna elke dag plezier van. Of mijn hardloopschoenen. Die kan je heel vaak, maak je heel veel gebruik van. Dus dat vind ik heel grappig met spullen die je hebt. Sommige spullen, die gebruik je eigenlijk maar heel weinig. En denk je ook van, had ik het nou wel moeten kopen? Maar er zijn ook spullen die gebruik je super, super veel. En die zijn eigenlijk veel meer voor je waard dan wat je er ooit voor betaald hebt. Hebben jullie van dat soort spullen die jullie heel veel gebruiken? Ja, ik wel. Ja, zeg maar hoor. Slijg. Hoe? Slijg. Slijg? Wat is dat? Nou, ik heb allemaal slijgpaardjes waar ik dan vaak mee speel. Oh, slijgpaardjes. Oh, kijk, dat is een goed idee. Dat kende ik helemaal niet. En jij? Ja, het was wel duur, maar ik heb wel een Nintendo. En daar speel je elke dag mee? Ja, ongeveer wel elke dag. Ja, dat zijn van die dingen. En jij, Tristan? Ik weet het niet. Jij weet het niet. Oké. We hebben weer vragen via de mail. Een vraag van Simon. Waarom praten mensen niet zo snel over geld? Deze vraag is voor allebei. Oh, waarom vinden mensen het moeilijk om over geld te praten? Nou, ik praat natuurlijk heel vaak over geld als het gaat over het geld van ons allemaal. Hè? Want het geld
is natuurlijk uiteindelijk niet van mij als minister van Financiën, maar het is uiteindelijk het geld van alle Nederlanders. Daar wordt heel vaak over gepraat. Daar praat iedereen zonder enige gêne over, zonder enige terughoudendheid. Want sommige mensen vinden dat het ene meer moet of het andere juist minder moet. Maar het klopt dat mensen niet zo vaak praten over wat ze zelf verdienen en hoeveel ze hebben. Dat vinden mensen toch een beetje spannend. Omdat ze dan misschien het gevoel hebben, is het meer of is het minder dan de buurman of de buurvrouw? Weten mensen dan wat ik wel en wat ik niet kan kopen? Dus daar praten mensen meestal niet zoveel over. En soms heeft dat ermee te maken dat ze juist niet willen opscheppen. Soms kan het er ook mee te maken hebben dat ze zich misschien ongemakkelijk voelen of zichzelf schamen. Ja, ja. Herken jij dat, Dylan? Ja, zeker. Ik praat ook best wel graag gewoon over geld. Ik ben er best wel open over. En je ziet ook dat dat ook wel een beetje een cultuurverschil is. Want in sommige landen praten ze heel makkelijk over geld en omzet en een salaris. Maar in Nederland is dat wel... Ja, er is ook wat sneller afkeer na of zo. Als het heel goed gaat, zijn hier ook wel eens mensen die jaloers worden. En daarom niet zo leuk vinden als iemand veel geld verdient. Ja. Maar inderdaad, schaamte is natuurlijk ook wel iets waar veel mensen mee te maken hebben misschien. Maar het is goed dat wij er meer over praten. Wij praten er en ik zou jullie willen adviseren, praat er in ieder geval zoveel over als je wil. Met je eigen ouders, maar ook met jullie juffen en meesters. Want voor jullie is het echt anders. Voor jullie gaat het er gewoon om te begrijpen hoe het werkt. En om ermee om te leren gaan. Top. Wil jij nog een beetje water? Zou je het lekker vinden? Ja, ga ik vragen. Want we zitten zoveel te kletsen. We zitten zoveel te kletsen, dus daarom. Ik zag, eigenlijk mijn werk, gewoon heel veel kletsen. Erion vraagt, waar kun je het beste je geld bewaren? Oh, dat is ook een goede vraag. Ja, de bank lijkt me dan toch? Ja, het hangt er denk ik ook een beetje vanaf hoeveel of hoe weinig je hebt. Als je natuurlijk een spaarpot hebt met 9 of 10 euro erin, dan kan je dat prima op je kamer bewaren. Dan zou ik het wel allemaal op één plek bewaren. Dat je het niet kwijtraakt en dat het niet ergens tussen de andere spullen kan verdwijnen. Als je meer geld hebt, dan is het wel echt verstandig om geld ook op een bankrekening te zetten. Want uiteindelijk is het gewoon veel veiliger om geld op een bankrekening te hebben en het niet te bewaren ergens thuis. Dus jullie ouders zullen allemaal, denk ik, een bankrekening hebben. En daar komt vaak ook salaris op binnen. Ja. Nou, dan weten we dat ook weer. Wij gaan op dit moment even schakelen naar een school in Nederland. Volgens mij is dat de Aquamarijn School. Dankjewel. Goedemorgen. Hallo Aquamarijn. Hoe is het met jullie? Nou, jullie zijn, dank je. Jullie zijn helemaal live, dus jullie mogen je moment pakken. Aan wie wil je wat vragen en wat is je vraag? Ik heb een vraag voor Kastanje. En Rami heeft een vraag voor minister Hoekstra. Ja. Mijn vraag aan je mag staan. Hoe ziet de werkdag van de minister eruit? Wat een goede vraag. En ook weer in die camera, of niet? Ja. Ja, ja en het leuke van mijn werk is, en soms het ingewikkelde, is dat elke werkdag is weer heel anders. Want vandaag ben ik hier. Morgen heb ik een vergadering met alle andere ministers. Dan zijn we bij Mark Rutte, zijn we op de koffie en dan zitten we te praten over alle verschillende problemen in het land. Ik heb ook heel veel gesprekken met andere ministers die natuurlijk vaak gaan over hebben ze genoeg geld voor een belangrijk onderwerp. En dan heb ik ook nog besteed ik ook best veel tijd aan overleggen met de andere ministers van Financiën in Europa. Want we hebben natuurlijk met z'n allen hebben we de euro, hebben we één munt. En dat betekent dat we ook met die groep ministers heel vaak afspraken moeten maken. Dus die zie ik ook minimaal één keer per maand. Maar er zijn ook een heleboel ministers van België, van Frankrijk, van Duitsland, met wie ik vaak bel en met wie ik heel vaak zit te appen. En als u dan een keer thuis, eindelijk thuis bent na zo'n lange dag, praat u dan nog steeds over geld met uw vrouw of uw kinderen? Of gaat het dan ook misschien over wat anders? Heel vaak gaat het dan gelukkig over wat anders. Ja. En mijn kinderen die willen natuurlijk ook dan gewoon graag dat ik meega naar het voetballen. Of dat we een spelletje gaan doen. Dus dan vragen ze of ik 4 op een rij wil doen. Of wil schaken of Monopoly wil spelen. Ja. Dat gaat dan in ieder geval ook wel weer over gelukkig geld. Monopoly. Maar en heel vaak gewoon ook verstoppertje en tikkertje en voetballen en hockeyen. Ja, dus je neemt je werk niet mee naar huis. In ieder geval niet als ik met de kinderen ben. Nee. Oké, okay, duidelijk. We hebben nog een vraag, even kijken hoor. Want ik heb zoveel vragen dat ik af en toe niet meer weet waar ik het moet zoeken. Aquamarijn volgens mij nog steeds een vraag. Kom maar door hoor. Ik heb een vraag voor Dylan. Ja? Wat vindt u eigenlijk leuk aan uw werk? Maar ik vind het ten eerste heel fijn dat ze u zegt. Dat ze echt, dan voel ik me echt heel oud. Dankjewel, heel netjes.
Wat ik leuk vind, ja, dat, ja, je bent gewoon met je vrienden eigenlijk de hele dag bezig met leuke video's maken. En dat is natuurlijk, ja, fantastisch. Leuke dingen doen, we maken comedy video's, dus er wordt veel gelachen op de set. En daarnaast, ik zei net al, we hebben ook een bedrijf, dus af en toe moet je ook wat zakelijker denken. Moet je denken, oké, wat zijn de volgende stappen? Hè? Want we willen natuurlijk wel zo lang mogelijk video's blijven maken. Maar dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Om daar samen met Marit over na te denken. Want samen hebben we dat bedrijf. En dat is super leuk om daar samen over te sparren. Dus eigenlijk is iedere dag voor ons echt een feest. Hoeveel video's hebben jullie inmiddels al gemaakt? Als je alles bij elkaar optelt. Ja, dat is echt heel veel. Volgens mij iets van 1600 of zo. Maar op een gegeven moment ben je toch gewoon leeg. Dan kun je toch helemaal niks nieuws meer verzinnen. Nou, dat is het voordeel. Ideeën zijn er genoeg. Maar we zijn met zoveel creatieve lui op kantoor. Dat we echt de lijst met ideeën die we nog hebben. Die is van de grond tot aan het plafond, zeg maar. Dat is echt ongekend. Dus daar, ja, dat is het probleem niet. Tijd is meestal het probleem. Ja, ja. Bij ons. Ah, vind ik toch knap. Ik heb flitsvragen. En daar zou het fijn bij zijn als jullie ook flits antwoorden. Maar als je even weer wil uitbreiden, dat mag natuurlijk ook. Maar we gaan het gewoon proberen. Een vraag voor Dylan van Sarah. Mm-hmm. Als je 20 euro zou vinden, zou je dat dan houden of uitzoeken wie het heeft laten vallen? Jullie zouden het houden, hè? Jullie zouden het houden. Nee. Ligt er een beetje aan waar. Als ik het uit iemands zak zie vallen of zo, dan geef ik het absoluut terug. Ja. En als wij op een locatie zijn waarvan ik denk, oh, dat zal hier van iemand zijn, geef ik het terug. Maar ja, als het ergens op straat ligt, dan moet ik toch wel heel eerlijk zeggen dat ik het denk ik in mijn zak stop. Ja. Gevonden is gevonden, toch? Ja. Popke, het hangt een beetje van de hoogte van het bedrag af. Ja, ik denk als je 20 euro vindt dan, en je weet niet van wie het is, dan ja, dat je dat dan houdt, dat snap ik. En dat zou ik denk ik zelf aan mijn kinderen geven. Maar stel nou eens dat je een portemonnee vindt met een heleboel briefjes erin. Dan moet je hem eigenlijk wel gewoon naar de politie brengen. Want dan mist iemand dat. Dan gaat het over heel veel geld en misschien ook over pasjes. Ja. Ja. En met goudstaven, die zou ik dan ook weg. Als je die zou vinden, dan... bel me dan. Ja, oké. Okay, ja, is goed. Dylan, Tobias vraagt... Is het erg als ik soms geld uitgeef aan een game? Nou ja, ik doe dat zelf ook vaak. Dus zorg dat je uitkijkt. Want tegenwoordig heb je heel vaak in-game aankopen. Dat je allemaal boxen kan kopen en zo. Daar zou ik mee uitkijken. Maar een keer een spelletje kopen, dat moet kunnen. Ja, moet kunnen toch. Van Morris voor Wopke. Wat is de grootste uitgave die je voor Nederland hebt gedaan? De grootste uitgave die we eigenlijk min of meer in één keer hebben gedaan, dat is die 75 miljard aan steun om mensen hun baan te laten behouden en bedrijven overeind te houden. Dus dat is eigenlijk het grootste wat we extra hebben gedaan. Oké, 75 miljard. 75 miljard, ongeveer. Oeh. Ja. Nog eentje voor jou, Wopke, van Valentijn. Hoeveel geld heeft de coronacrisis gekost? Kan je daar al een nummer op plakken? Nou ja, dat is die 75 miljard, maar daar zal nog veel geld bij komen. Want het klinkt een beetje gek, maar het gaat om geld wat we uitgeven. Maar het gaat ook om geld wat we minder hebben binnengekregen. Dus we hebben een heleboel geld uitgegeven om de ziekenhuizen te helpen en om allerlei bedrijven te helpen. Maar als je het vergelijkt met wat we anders hadden gekregen, is de rekening eigenlijk nog groter. Oké. Daar gaan we ooit achter komen. Jij gaat ons dat getal een keer geven. Ik denk dat als we helemaal klaar zijn met corona, dan kunnen we een keer bedenken hoe groot het bonnetje nou echt was. Maar dat zal over de 75 miljard heen gaan, denk ik. Over bonnetjes gesproken, Dylan. Ik heb een vraag van... je bent er helemaal beduusd van. Ja, ik verdien dan niet zomaar 75 miljard. Dus dat is toch wel even heftig. Dat is een groot bedrag, ja. Marit vraagt... Hoeveel geld mag ik nog uitgeven aan onze bruiloft? Ze heeft hem echt ingestuurd. Dat gaat wel lekker. Mooi dat moet via dit programma. Ja, dat is wel slim, hè, dat ze het zo speelt. Ik vind het een goede vraag. Nou, er is al heel veel geld naartoe gegaan. Die is goed, hè? Ja, nog €2,50, Marit. Nog €2,50. Wanneer is de grote dag dan? Nou, als het hopelijk deze keer wel door kan gaan in december. Ja, ja, oké. Okay. Vorig jaar is het helaas niet doorgaan. Nou, ik help het jullie hopen. De laatste vraag voor Wopke. Marielle, van Marielle. Was u vroeger op school goed in rekenen? Ja, ik was best goed in rekenen en ik vond het ook wel echt heel leuk. Dus ik vond rekenen heel leuk. Eigenlijk rekenen, geschiedenis en buitenspelen. Ja. Dat vond ik op de basisschool heel erg leuk. Waar was je niet goed in?
Nou, ik was best wel slecht in knutselen en handvaardigheid, dat soort dingen. Daar maakte ik altijd een enorme rotzooi van. En ik had een juf die zat altijd hoofdschuddend ernaar te kijken. Volgens mij zijn we er bijna doorheen. Ik vond het leuk. Hebben jullie nog een vraag waarvan je zegt, hey, wacht voordat we weggaan, ik wil dit nog weten? Ik weet het niet echt, maar ik zit wel in mijn hoofd vriendelijk met vragen. Maar nu eigenlijk niet. Nu even meer. Niet. Nou, anders mag het straks ook nog even naar de uitzendingen, als ze er nog zijn. Hoe vonden jullie het? Ik vond het spannend. Hard werken was het. Dus ja, superveel goede vragen. En heel veel goede antwoorden. Duizend vragen nu gehad, hè, in de buurt. Ja. Dat vind ik ook wel bizar. Ja, het vliegt voorbij. Je merkt het niet, hè? Volgens mij heeft Quinten hem bedacht, of niet? Ja. Ik weet niet of dat nog mag. Jij gaat over de regie. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Kost het geld om geld te maken voor in dat te doen? Ja, dat kost natuurlijk ook weer een beetje geld. Dat is ingewikkeld, hè? Dan denk je, ik ga lekker geld zitten maken en dan kost dat alweer geld. Want ja, dit wordt ook ergens van gemaakt. Dus de grondstoffen die hierin gaan, die kosten natuurlijk geld. Het katoen kost geld, maar er zijn ook mensen die dat werk moeten doen. Dus ja, dat is een goede les om te onthouden. Er is bijna helemaal niks in het leven is echt gratis. Wat zie je ook vertellen? Liefde wel. Nou, zelfs daar. Zelfs over liefde kan je vragen of dat, afvragen of dat helemaal gratis is. Maar daar gaan we een andere uitzending bij. Ja, dat is goed. Ik heb één allerlaatste vraag om mee af te sluiten. Want dat is een vraag die heel veel voorbij is gekomen. En dat past ook bij het thema van deze week. Hebben jullie goede spaartips? Dat willen kinderen graag weten. Ja, heb ik. Maar als Dylan nou begint. Ja. Die heeft net €2,50 extra uitgegeven. Maar ook wat gespaard, ja, denk ik. Nee, ja, mijn spaartip is eigenlijk dat je gewoon... Dus misschien voor je zakgeld nog een beetje overdreven. Maar ik vind altijd lekker om lijstjes te maken van alles. Dus dan weet ik, oké, dit geef ik uit. En dit heb ik nog. En dat je altijd gewoon iedere maand iets opzij zet. Al is dat maar een klein beetje. Want als je €2 zakgeld hebt, zou je in principe €1 apart kunnen zetten. Nou, ik vind dat heel fijn om te doen. En dat doe ik ook tot de dag van vandaag nog steeds. Zodat je altijd een potje hebt. Ja. Potje en lijstjes. Ik heb 3 tips. Mag dat? Ja. De eerste is, bedenk wat je zou willen kopen. En kijk dan hoeveel dat kost. Want dan weet je ongeveer hoeveel geld er voor nodig is. De tweede is dezelfde als van Dylan. Zet elke week een beetje geld apart, want dan heb je een buffertje. En mijn derde suggestie naar jullie allemaal, nou, mijn derde tip zou zijn, ga vragen als je dingen over geld niet begrijpt. Vraag het aan de juf, vraag het aan de meester, vraag het aan je ouders, vraag het aan je opa en oma. Stel vragen. Dat is de beste manier om dingen te leren. En dat hebben jullie vandaag gedaan en dat hebben jullie fantastisch gedaan. Dus applaus voor jezelf, voor alle mooie vragen en applaus voor Bobke en Dylan. Dankjewel. Heel erg leuk dat jullie er waren. Ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor alle geweldige vragen die jullie hebben ingestuurd. En nou, ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. Kijk morgen weer om 9:00 naar ons journaal. Voor de laatste keer alweer. En nog een hele fijne middag. Dag allemaal. Doeg. Bedankt. Bedankt. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij. Pin een beetje, leg een beetje opzij. Opzij. Ga naar school, doe je werk, wees blij.